De aanwezigheid van de nieuwe variant van het COVID-19-virus in Suriname kan alleen bewezen worden door genetisch onderzoek. Dit onderzoek is volgens minister Umar Ramadien van Volksgezondheid nog niet mogelijk in Suriname. Er is wel materiaal beschikbaar om het onderzoek te laten verrichten in het buitenland. Het materiaal is echter nog niet weggestuurd. Het is niet makkelijk, het is een stukje logistiek om materiaal weg te sturen. We zijn wel in onderhandeling met Nederland, in ieder geval laboratoria daar, die ons gaan helpen met het sequencen, zo noemen ze het, het genetic sequencing van het virus, om het aan te tonen als het om het variant gaat of niet. Maar die testen zelf, die toont gewoon aan dat het om COVID gaat, dus SARS-CoV-2. En je kan niet met de test aantonen welke variant het is. Dus we hebben ook nog niet de indicatie, we hebben wel het vermoeden. Het zou kunnen, ik kan suggereren, maar ik wil me liever niet schuldig maken aan een bekendmaken dat het om een variant gaat. De indicatie is wel dat het om een hele besmettelijke periode gaat. Dus we merken dat de besmettingsgraad heel hoog is. Omdat gezinnen in korte tijd het gezin besmet raakt. Waar we de vorige keer zagen dat mensen soms 1-2 dagen thuis waren met hun gezin, maar geen besmetting hadden veroorzaakt bij dat gezin. Maar ook zo op werkplekken ook, dat heel veel mensen binnen korte tijd, we hebben de RGD gehad, het hoofdkantoor, waar 1 persoon besmet is en 11 personen daar besmet zijn. Minister Umar Ramadien zegt dat het COVID-19-vaccin in het eerste kwartaal van dit jaar verwacht wordt. Hij verzekert dat er al een nationaal COVID-vaccinatieplan is, welke binnenkort door de regering besproken zal worden. Het gaat nu om een stukje, u weet dat wij via de PAHO, via COVAX, ons inkopen doen van vaccin en in aanmerking zullen komen. Dus we wachten ook rustig af op de goedkeuring van u, de PAHO, WHO. En dan kunnen we overgaan tot het bekendmaken wanneer. Tot zover minister Umar Ramadien van Volksgezondheid vandaag voor de vergadering van de Raad van Ministers.